Spataderen zijn kronkelende bloedvaten die blauwpaars door de huid schijnen. Het kunnen hele kleine bloedvaatjes zijn of grotere opgezwollen vaten die als knobbels zichtbaar zijn. Spataderen zitten meestal in de benen. Ze geven meestal geen klachten, maar soms kunnen ze gevoelig zijn, jeuken of een zwaar gevoel in de benen geven. Bij de spataderen kan huiduitslag ontstaan. 1 op de 4 mensen heeft spataderen, vrouwen wat vaker dan mannen. We weten niet zeker waardoor spataderen komen. Het kan zijn dat het bloed uit uw benen minder goed naar uw hart terugstroomt en dat de kleppen in uw beenaderen steeds minder goed werken. Het geeft stuwing van bloed, waardoor de vaten steeds verder uitzetten. Aanleg voor spataderen kan een rol spelen. Ze kunnen tijdens de zwangerschap ontstaan en misschien als u werk heeft waar u de hele dag moet staan. Wandelen, fietsen of zwemmen kan helpen klachten als moeheid in de benen te verminderen. Mogelijk helpt bewegen ook om verergering van de spataderen tegen te gaan. Als uw kuitspieren veel in actie zijn, bevordert dat steeds de terugstroom van bloed naar het hart. Er zijn geen medicijnen die spataderen kunnen voorkomen of genezen. Als spataderen klachten geven of als u ze erg lelijk vindt, kan dat een reden zijn om ze toch te laten behandelen. Mogelijke behandelingen zijn elastische kousen, dichtspuiten, lasertherapie of operatie. Elastische kousen drukken op de aderen en bevorderen daardoor de terugstroom van bloed naar het hart. Draag de elastische kousen iedere dag, vanaf het opstaan totdat u weer naar bed gaat. Na operatieve verwijdering van spataderen kunnen er weer nieuwe ontstaan.